Welkom bij de online informatieavond van Red Company over haar ontwikkelplan voor het Hofplein, RISE. Kijk mee en praat mee tijdens deze interactieve uitzending. Hier is uw host, Eva Brouwer. Van harte welkom en fijn dat u kijkt naar de online informatieavond over de plannen voor RISE, het project aan het Hofplein. Projectontwikkelaar Red Company geeft vandaag tekst en uitleg over de herontwikkeling aan de zuidoostelijke hoek van het plein en wat dat voor u zou kunnen betekenen. Gastsprekers zijn van de gemeente Rotterdam en van woningcorporatie Havensteder. We horen natuurlijk ook hun kijk op deze plannen. En voor u is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. En dat kan vanaf nu. We hebben vanavond het natuurlijk over historische grond. Laten we eens even kijken naar de geschiedenis van het Hofplein door de eeuwen heen. Je gelooft het niet als je deze rotonde ziet. Maar op de plek van het Hofplein stond 700 jaar geleden een kasteel, het Hof van Wena. Via de Hofpoort kreeg je toegang tot de stad. Vroeger was dit dus niet het centrum, maar de rand van de stad. Dat verandert als in de 19e eeuw de stad explosief groeit. De Hofpoort moet verdwijnen om plaats te maken voor verkeer. En door de aanleg van de Nieuwe Waterweg begint de opmars van Rotterdam als havenstad pas echt. Begin 20e eeuw verrijst er op het Hofplein een nieuw station. Hier rijdt de eerste elektrische trein van Nederland, die reist tussen Rotterdam en Den Haag-Scheveningen. In het stationsgebouw krijgt het bestaande café Loos een mooie plek. Het is een van de drukste en belangrijkste knooppunten van Rotterdam. Ook wordt de Koolsingel, dan nog Koolvest genoemd, gedempt. In plaats van water moet het een boulevard worden met Parijse allure. Daar past ook het nieuwe stadhuis bij. En nieuwe horecagelegenheden, zoals de beroemde Dancing Pure met zijn lichtgevende dansvloer, waar internationale sterren als Louis Armstrong zelfs optreden. Van de Roaring Twenties van toen zijn we ondertussen een eeuw verder, in 2021. Na het bombardement op Rotterdam en de wederopbouw heeft het Hofplein nooit meer de allure teruggekregen die het ooit had. Op een incidenteel feestmoment in de fontein na, bij een overwinning van Feyenoord. Komt daar nu verandering in? Ja, komt die allure terug? Daarover later meer. In deze uitzending hebben we in de eerste helft vooral ruimte voor extra uitleg. De tweede helft is ingeruimd voor vragen. En daarover weet dat uw vraag sowieso behandeld wordt, ook al is het niet in deze uitzending. Maar hou er even rekening mee dat er nu niet schriftelijk onder wordt gereageerd, maar dat ze sowieso komen in het reactieverslag. En dat wordt ook aan de gemeenteraad verstuurd. En later kunt u dat terugvinden op de website. De ontwikkelaar vindt het heel belangrijk om dit samen met de Rotterdammers te doen. Misschien ook wel met u. Dus ja, ik wil u van harte uitnodigen om echt actief mee te doen. Domme vragen bestaan niet. Zet alles in de Q&A. De knop vindt u onderaan de pagina. En verrassing, wij hebben ook vragen voor u. We hebben een poll. En om daaraan mee te doen, moet u deze uitzending bekijken via de Zoom-app. En dat is dan bijvoorbeeld op de telefoon of op de tablet. Dus niet via de browser. Dan kunt u natuurlijk wel de rest gewoon meedoen. Maar alleen deze poll kunt u dan via de app volgen en aan meedoen. En in verband met de privacy ziet u de andere kijkers niet. Ik wil graag de gasten van vanavond aan u voorstellen. Allereerst Nanne de Ru. Hij is architect en oprichter van zowel Powerhouse als Red Company, de ontwikkelaar van RISE. Welkom Nanne. En namens de gemeente Rotterdam is hier Robert Paf. Hij gaat over stadsontwikkeling. Welkom Robert. En namens woningbouwcorporatie Havensteder is hier directeur strategie Bart Kesselaar. Welkom allemaal. En eerst duiken wij eens wat dieper in die plannen. Ja, Nanne, we zagen net die historische allure. Ik zag zelfs Louis Armstrong met zijn trompet voorbij komen. Hoe voelt het dat je dan als ontwikkelaar en architect aan de slag mag met die historische grond? Ja, dat is fantastisch. Ik vind Rotterdam is natuurlijk echt een fantastische stad. Maar het Hofplein is natuurlijk een heel bijzonder punt in Rotterdam. Ik heb ook persoonlijk hele goede herinneringen aan Hofplein. Ik ben ooit een keer aan een marathon gestart vanaf Hofplein Koolsingel. En ja, ik heb wel eens een keer in de fontein gezwommen. Bij een kampioenschap. Toen Feyenoord kampioen werd. Prachtig, ja. Dat was mooi. Hè?
Natuurlijk gaan we het ook hebben over de impact van deze plannen. Ja. Daar komen we uitgebreid op terug. En ook voor wat dat misschien voor bewoners of omwonenden betekent. Maar wat zie jij als kansen van dit project? Nou, ik denk wat heel bijzonder is, is dat we in Rotterdam de mogelijkheid hebben om eigenlijk in de binnenstad te kunnen verdichten. En ook ja, deze plek biedt eigenlijk daar heel goede mogelijkheden toe. En dat betekent dat we hier ruim 1000 woningen kunnen toevoegen aan deze locatie. Op dit moment zijn er 226 woningen. En er komen er ongeveer 1100 bij. En ja. Het mooie daaraan vind ik is dat het ook een mogelijkheid biedt om ja, eigenlijk voor alle Rotterdammers of alle soorten Rotterdammers om hier een woning te kunnen vinden. En die term verdichten gaan we waarschijnlijk nog vaker horen. Dat betekent eigenlijk dat er al bebouwing is, maar dat het wordt uitgebreid. Ja, dat je eigenlijk meer woningen toevoegt op een bepaalde locatie. Ja. Laten we eens even dan nader kijken naar die plannen. In de historische beelden zagen we net hoe groot het stadhuis is. Daar ja. beginnen we. Kan je het even aanwijzen? Ja, eigenlijk zijn we dan hier op het op stadhuis. En dat lijkt nu heel klein. Ja, dan zien we hier de Coolsingel. En dan gaan we eigenlijk hier naar rechts, voor de kijkers thuis links. En daar zien wij dan het gebouw wat nu een wit kantoorgebouw is, waar horeca in de plint zit. Dat wordt dan vervangen door een hotel. En daarbovenop komt een woontoren. Dat wordt de sociale huurwoningentoren. Ja. En dan krijgen we daarnaast, aan deze zijde, krijgen we een kantoorblok met daarop twee torens. Er zijn in totaal 3 torens. 2 van 150 en eentje van 250 dus meter. Dus die kleine, dat lijkt dus klein, maar die zijn dus straks 150 meter ja. hoog en die grote 250 meter. Ja, exact. Ja. Okay. Ja. En wat is de verdeling? Komen daar dus waar komen de woningen en waar komen de kantoren? Nou, kan je nog een keer zeggen? Dat in de onderbouw, zou je kunnen zeggen, in de plintblokken, ja. zoals dat dan heet. Daar komen onder andere het hotel en de kantoren in. Ja. En daarboven, daar komen de woningen. En het idee is dat er eigenlijk voor allerlei soorten Rotterdammers woningen komen. Dus sociale huurwoningen, maar dan komen ook middeldure huurwoningen. En dan komen ook vrije sector huurwoningen en ook koopwoningen. Dus wat is dan de verhouding daarin? Hoeveel is sociaal en wat is dan betaalbaar? Nou, het idee is dat minimaal de 226 woningen, sociale huurwoningen terugkomen die er nu al zijn. Maar de ambitie is om daar eigenlijk 300 van te maken. En dan is het idee dat van de helft van het totaal aantal woningen wat er komen, dat die in de categorie betaalbare woningen vallen. Dat wil dus ook zeggen dat daar ook middeldure huurwoningen bij komen. Hoe duur waar moet ik dan aan denken? Nou, middeldure huurwoningen zijn woningen met een maximale huur van 1040 euro per maand. En daar is ook een maximaal koopbedrag voor vastgesteld, maar dat deed ik niet precies uit mijn hoofd. Maar dat zullen we allemaal op onze website uitleggen. Ja, heel goed. Dan de plannen voor de plint. Daar zei je net al iets over, maar we zagen net Pjor, een legendarische dancing van ja. Weleer. Die komt misschien wel terug. Ja, dat zouden we ontzettend leuk vinden. En dat kan ook heel goed in ons plan, omdat we eigenlijk een plint krijgen die we heel hoog willen maken. Daar heel veel ruimte willen maken voor publiek programma. Of meer publiek georiënteerd programma. En dan hebben wij het idee om Pjor eigenlijk terug te brengen aan het Hofplein op deze hoek. En dat geeft ons tegelijkertijd mogelijkheid om aan de achterzijde, dus meer aan de Doelstraatzijde, om daar weer voorzieningen voor de buurt te maken. Ja. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een fietsenmaker. En ook de toegang tot een hele grote fietsenstal die er komt. Maar bijvoorbeeld ook een huisartsenpost of iets dergelijks. Dat zijn eigenlijk dingen die we daar graag aan die achterzijde willen maken. Oké, nou, het gaat behoorlijk de hoogte in. Wat is dan de impact op bijvoorbeeld schaduw daar in de buurt en misschien ook harde wind? Ja, als je deze plannen maakt in Rotterdam, moet je eigenlijk aan heel veel verschillende randvoorwaarden voldoen. Zeker als het gaat over zon en wind. Eigenlijk is de filosofie van de stad Rotterdam dat als je hoogbouw toevoegt, dat je dat eigenlijk alleen kan doen als je ook op maaiveld, op begaande grondniveau, ook meer kwaliteit terugbrengt. Dus niet de boel verslechtert door wind of zonverlies. Nou, de zon die draait eigenlijk zo eromheen. Dat wil zeggen dat de schaduw voor een groot deel eigenlijk in dit gebied valt. Eigenlijk meer in het gebied ten noorden van het Hofplein. Dus daar hebben we goed rekening mee gehouden. En daar is ook al goed rekening mee gehouden in het hoogbouwbeleid van de gemeente. En qua wind hebben we al een aantal studies gedaan. En dat gaat eigenlijk ook ontzettend goed. Juist ook omdat er veel meer hoogbouw in de toekomst ook omheen komt. Ja, dat is misschien wel goed dat je dat even aangeeft. Want als ik nu naar deze maquette van Rotterdam kijk, dan staat er echt nog veel meer aan hoogbouw. Ja, we hebben eigenlijk in deze maquette hebben we alle toekomstige projecten die staan geprojecteerd ook meegenomen. Dus hier zie je bijvoorbeeld Post Rotterdam. Hier zien we bijvoorbeeld de toren van Lumière. Hier zien we Central District en hier zien we Pompenburg.
Er gaat nog heel veel gebeuren daar, ja, sowieso. Absoluut. Nou, daar horen we ook zo meteen meer over. De bouw, wat gaan mensen daarvan merken? En ook misschien over het voorgaande. Stel dat mensen die dan daar wonen willen weten, wat voor impact heeft het bij mij op ja, schaduw? Wat kan je hen vertellen of aanbieden? Nou, iedereen die eromheen woont en die wil weten van, joh, wat zie ik nou straks vanuit mijn huis? En wat voor impact heeft dat op mijn, bijvoorbeeld op mijn bezonning? Laat het ons alsjeblieft weten. E-mail ons. We nemen graag contact met je op om te laten zien wat de gevolgen zijn voor uw specifieke adres. Ja. Oké, okay, dat e-mailadres volgt, dus als u daar meer over wil weten, schroom niet. En stel ook vooral natuurlijk nu ook al uw vragen in de Q&A. Dan de bouw. Wat kan je daar alvast over vertellen? Nou, het idee is dat wij dit gefaseerd gaan bouwen. Het idee is dat we, om dit te realiseren, eerst een deel van Pompenburg gaan slopen. Dat zijn 56 woningen die we eerst gaan slopen. Dan gaan we eigenlijk deze eerste twee torens bouwen. En daarna zullen we dan, als iedereen is verhuisd, zullen we de laatste toren gaan bouwen. Het idee is dat we dit allemaal gaan bouwen met een systeem wat nu ook bij de Zalmhaventoren wordt gebruikt. Dat heet een klimkist. Een hijsloods. Dat is eigenlijk een grote loods waarin de toren wordt gebouwd. En die loods gaat als het ware steeds omhoog naarmate er een verdieping wordt gebouwd. Oké. Het lijkt op een gebouw waar dat mee om, als ja, een soort koker omheen ja, gaat. Ja, exact. En dat zorgt eigenlijk voor dat alle werkzaamheden zich in die loods bevinden. En die loods die kan ook helemaal worden geïsoleerd. Dus dat is niet alleen heel fijn voor de werklui, maar het is ook heel fijn dat er geen geluidsoverlast is van de mensen die aan de toren werken. En toevallig, een van onze collega's die hier vandaag op de vloer werkt, die woont vlak bij de Zalmhaventoren, die zit nu in de Hoge Heren. En die zei dat hij er helemaal niks van merkt, terwijl hij er echt bovenop zit. Ja, nou dat is denk ik een heel bijzonder iets wat er nu in Rotterdam als innovatie wordt ingevoerd. Dus echt een goed voorbeeld van hoe je in een druk bewoonde binnenstad kan bouwen zonder dat je daar veel overlast mee veroorzaakt. Dit ziet er nu wel bijzonder uit met die trap. Is dat ook al definitief? Nou, op dit moment zijn dit nog echt wat we noemen schetsontwerpen. Het idee is dat we in de komende tijd daarmee aan de slag gaan. Zodra de nota van uitgangspunt is vastgesteld, gaan we de plannen verder in detail uitwerken. En dan kunnen bijvoorbeeld ook mensen daar nog hun invloed op hebben. Niet alleen de mensen die naar de sociale woontoren gaan. Die kunnen met ons meepraten over hoe ze daar zouden willen wonen. Maar hetzelfde geldt ook voor mensen die graag een koopwoning of een huurwoning zouden willen kopen of huren. Laat ons weten wat de woonwensen zijn. Dan kunnen we daarover nadenken en dan kunnen we die meenemen in onze plannen. Dus, maar het zou kunnen dat helemaal bovenin een penthouse komt. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Want ik hoorde dat Madonna een appartement had in de Rotterdam. Ja, maar willen jullie misschien haar hierheen zien te overtuigen? Wie weet. Of okay. Bruce Springsteen. Oh. Dat zou nog kunnen. Oké, dat zou kunnen. Hoe wordt de buurt nu betrokken bij de plannen? Nou, op dit moment doen we vooral een oproep aan iedereen om je aan te melden als je betrokken wil zijn. Deze avond, en er zullen ook nog andere avonden volgen, gebruiken we juist om met iedereen in contact te komen en in dialoog te gaan. We willen heel graag weten wat de ambities en de zorgen van de mensen zijn die in deze buurt wonen. En we nemen ze graag mee in onze plannen. Ja, nou ja, inderdaad. De mensen die nu in het huidige, in de Pompenburger flat wonen, die zouden dus hier vooraan terugkomen te wonen. Ja, die komen dan terug in de Koolsingeltoren. Ja. Wat vind je het bijzonderste aan dit project? Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat je op een plek in Nederland, een hele centrale plek in Nederland, eigenlijk nog zoveel nieuwe woningen toe kan voegen. En wat ik er ook uniek aan vind is dat we in dat project eigenlijk ook na kunnen denken over hoe zou je nou willen wonen in de stad. En in dat geval betekent het ook veel duurzamer, veel meer fietsgeoriënteerd en natuurlijk fantastisch uitzicht en overal op loopafstand bij kunnen zijn. Dat is fantastisch. We komen natuurlijk terug uitgebreid op parkeren en wat dat betekent voor mensen en de bereikbaarheid. Maar ik heb het woord fiets al een paar keer horen vallen en jij bent daar ook een enorme fan van. Dus daar komt een grote parkeergarage voor fietsen in het gebouw. Ja, er komen tussen de 4.000 en de 5.000 fietsparkeerplaatsen in het gebouw. Dat zijn allemaal inpandige fietsparkeerplaatsen die worden toegewezen aan de woningen. Hoeveel zei je? Tussen de 4.000 en de 5.000 fietsparkeerplaatsen. Tussen de 4.000 en 5.000. Ja. Een detail, maar toch straks gaan we dat wel zien. Ik zag dat er zit een soort vakje op en dat is dan, heb je me verteld, een kunstwerk aan de buitenkant. Kan je het misschien even aanwijzen? Ja, dat is hier. Dat is eigenlijk dit volume wat hier naast het stadhuis komt te staan. Ja. Daar hebben wij nu op de gevel voorzien een heel groot wandkunstwerk. Rotterdam heeft een hele mooie geschiedenis van grote openbare kunstwerken die ook in de architectuur zijn verwerkt.
Denk onder andere aan de Henry Moore. Dat zit hier, bij, ja, het, bij het Centraal Station. Station. Ja. En ook een aantal fantastische wederopbouwgebouwen aan de Coolsingel en aan de Blaak. Hebben ze hele mooie gevelkunstwerken. En dat willen we hier ook weer gaan doen. Dus dat zal ook hier zeker weer terugkomen. Oké. Nou, laten we alvast even een paar vragen behandelen die u heeft ingezonden. We gaan even naar de eerste vraag. Bouwen jullie voor gewone Rotterdammers met een modaal inkomen of mensen met een bovenmodaal inkomen? Een hele goede vraag. Wij bouwen, en dat is een hele belangrijke ambitie, en dat is ook zeker ook een ambitie die de gemeente heeft, is dat wij bouwen in principe voor alle Rotterdammers. Dus van de zeg maar rond de 1300 woningen die er komen, is in principe voor iedere Rotterdammer is er een woning bedacht. Dus voor alle categorieën zou je kunnen zeggen. Dus dan komen sociale huurwoningen, dan komen middeldure huurwoningen, dan komen woningen voor modale inkomens, maar er komen ook woningen voor bovenmodale inkomens. En dat vind ik ook heel interessant aan Nederland, is dat je met al die verschillende mensen bij elkaar in één stad woont. En dat maakt ook Rotterdam zo'n fantastische stad. Is dat in andere landen niet vanzelfsprekend, dat alle categorieën in één flat zitten? Nee, zeker niet. Ik denk dat als je kijkt naar steden als Londen, maar ook München of New York, dan heb je natuurlijk echt torens die alleen maar zijn voor de rijken. En dat is hier absoluut niet het geval. We gaan hier juist zorgen dat verschillende doelgroepen met elkaar mengen en bij elkaar samenwonen. Er is ook ruimte voor kantoren in Rise, is nog een vraag. Is daar wel genoeg vraag naar in deze tijd van thuiswerken? Ja, hele goede vraag. Wij denken dat daar zeker vraag naar is. Er is in Rotterdam een heel bijzonder, zou je kunnen zeggen, kantorenaanbod. Er zijn vrij veel torens gemaakt in de jaren 80 en 90 met relatief kleine vloeren. En wat wij willen doen is dat wij hier eigenlijk hele grote vloeren kunnen aanbieden. Dat zijn vloeren van wel 4000 vierkante meter per verdieping. En dat biedt eigenlijk hele goede kansen voor grote bedrijven om hier te komen. Op dit moment is dat nog een flexibele invulling. Het kan ook later worden veranderd naar woningen. Dus op dit moment is het nog een punt wat nog niet 100% vast ligt. Oké, dus dat is ook van deze tijd, dat je snel kan aanpassen. We kunnen het aanpassen, ja. En het is ook zeker iets waar we gewoon ook graag van mensen willen horen. Hoe kijken ze ernaar en wat vinden ze daarvan? Dus ook dit zou een puntje zijn wat je met de... Kan bespreken, oh, ja. Ja, okay. Zeker. Okay. Hoe zit het met de plint? Is er ruimte voor maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen? Ja, absoluut. Wij willen in de plint, zeker aan de Doelstraatzijde, willen wij een aantal publieke voorzieningen terugbrengen die je nu vaak uit de stad ziet verdwijnen. Dus de Doelstraat, dat is eigenlijk zo schuin achter... Tussen het politiebureau en Rise Inn. Ja. En dan kunnen we ons goed voorstellen dat daar ook de ingang van de fietsenstalling zit. En dat er ook een mooie fietswinkel en fietsenreparatieplek komt. Maar bijvoorbeeld ook dat daar een huisartsenpost komt te zitten. Ja, oké. Okay. Daar is ook behoefte aan, geloof ik. We gaan het daar ook zo uitgebreid over hebben met de gemeente Rotterdam, die hier ook vandaag te gast is. Ben jij klaar voor je polvraag? Ja, dan ga ik even... Dat betekent dat u thuis dus ook met de handen aan de knop moet zitten. Als u dus kijkt via de Zoom-app, dan kunt u meedoen. We hebben de eerste polvraag. Nanne, ga je gang. Dankjewel. De polvraag is, Rise geeft allure aan het Hofplein. Ben je het daarmee eens, oneens of heb je daar geen mening over? Rise geeft allure aan het Hofplein. Wat vind je ervan? Zie je Louis Armstrong zijn nazaten alweer terugrollen naar deze plek? Ben je het ermee eens? Oneens? Geen mening. We gaan kijken. We krijgen zo de uitslag, krijg ik zo hier te lezen. Dus blijf er even bij. Nou, ik moet zeggen, Nanne, 79% is het ermee eens. Gaaf. 79% mee. En dan hebben we het nog niet eens eigenlijk gezien over de plannen in de buurt. Want daar gaan we het zo ook nog eens uitgebreid over hebben. Nanne, dank voor nu. En nogmaals, straks is er dus uitgebreide gelegenheid om nog veel meer vragen te stellen. We spreken zometeen ook de directeur strategie van woningbouwcorporatie Havensteder. Waarom dit plan belangrijk genoeg is om aan mee te werken. En hoe de woningcorporatie ook vooral opkomt voor de belangen van de bewoners. Maar eerst de kijk van de gemeente Rotterdam op dit bouwproject. Want de gemeente staat er wel positief tegenover. Maar er moet er wel voldaan worden aan een aantal kaders. En naast mij bij de maquette staat inmiddels Robert Paf. Robert, jij bent projectmanager bij de gemeente Rotterdam. Je houdt je bezig met stadsontwikkeling. Wat houdt jouw functie in? Ik ben verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming aan de kant van de gemeente. Dat betekent dat ik in het verleden een ambitiedocument heb voorbereid met collega's van mij. En nu werk ik aan een nota van uitgangspunten.
En betekent jouw werk ook dat je moet zorgen dat dingen die hier in de buurt gebeuren, dat die ook op elkaar afgestemd zijn? Ja, deels. Uiteraard moet ik contact hebben met mijn collega projectmanager die aan andere projecten werken, maar ik kan niet al die projecten zelf gaan doen. Nee, je kan niet alles managen. Nee, oké. We zitten nu in ieder geval hier bij het Hofplein. Wat misschien wel leuk is om te vertellen, is dat ik in de jaren 80 ben opgegroeid in de stad. En in, nou, ik denk toen ik jaar of 3 was of zo, gingen we naar een hertenkampje op het Weena. Ja. Wat zegt dat over de stad Rotterdam? Nou, dat die behoorlijk is gegroeid, maar dat de groei ook nog niet ten einde is als je kijkt naar de plannen die er nu zijn. Toentertijd is het Weena gebombardeerd als een district of als een zakelijke omgeving. En hebben we daar veel bedrijven gehuisvest. Nu is de opgave voor de stad om woningen toe te voegen. En nou, dat zien we ook in dit plan. Maar jij zei dat er een uitdrukking was van we moeten geen hertenkampje hebben. Wat betekent dat? We moeten geen hertenkampje hebben. We willen als stad natuurlijk niet met dit soort lege plekken komen te zitten in de binnenstad. Ja. De binnenstad is dure grond, is waardevolle grond. En is grond die we willen gebruiken voor de opgave die we hebben. Ja, Nanne, het is natuurlijk al langer volgebouwd. Maar nu zie je ook dat er dus soms misschien een herwaardering komt. Of dat de dingen die er eerst neergezet zijn weer een nieuwe... 2.0 versie. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Toen ik 22 jaar geleden in Rotterdam kwam wonen, heb ik een tijdje boven de Bayer Beach Club gewoond. Oh ja. Bij het Schabbersplein. Ja? Zeker. Ja. Maar het interessante was dat je daar vaak 's avonds was het gewoon ontzettend stil in dat hele Weena-district. En dan kon je echt over straat lopen en dan kwam je helemaal niemand tegen. Dat was soms ook zelfs een beetje onveilig. Ik denk dat het een enorme verrijking is voor de stad als je wat meer woning krijgt in de binnenstad. En zeker als die woningen ook bereikbaar zijn voor alle Rotterdammers. Oké, dus daar heb je nu al iets over gezegd, maar toch, Robert, waarom moet dit gebied op de schop? Nou, de stad heeft kent een ongelooflijk grote woningbehoefte. En we willen dus 50.000 woningen gaan bouwen tot 2040, waaronder een groot deel in de binnenstad. Wat Nanne net ook zegt, de levendigheid, de leefbaarheid van de stad is een belangrijk issue. En die kun je verstevigen door woningen toe te voegen. Nou, dit plan is daar een voorbeeld van. Dus ik herhaal het nog even, 50.000 woningen in de komende 20 jaar. Ja, maar dat is voor de hele stad. Okay. Ongeveer de helft daarvan komt in de binnenstad. En hoe past dit dan in de bredere plannen van de stad? Nou ja, hier zie je dus woningen toegevoegd worden. En met een mix met maatschappelijke voorzieningen en andere voorzieningen. Zodat het project zorgt voor een goede leefbaarheid en ook een goede levendigheid in de buurt. Dat zijn ambities die we als gemeente onderschrijven. Ja. Nu zijn er ook al plannen gemaakt voor het Hofplein zelf. Laten we daar ook even naar kijken. Daar hebben we mooie beelden van. En het is misschien even fijn als jij even wil mee vertellen wat we daarop zien. Nou ja, het Hofplein gaat op de schop. Althans, dat voornemen hebben we. Ook daar willen we meer een verblijfsgebied van maken. Nu is het een doorgangshuis voor auto's die er heel snel overheen rijden. En er zijn plannen voor in de maak. We kijken hier naar een schetsontwerp van Jullink en Geluk. De gemeente wil eigenlijk eind dit jaar, als het mee zit, starten met de aanleg van een nieuw Hofplein. Hmm. En daarin zie je dat de auto's wat meer naar de buitenkant worden gedrongen. Zodat je meer ruimte krijgt rondom de fontein. En dan kun je daar gebruik van maken door te eten, te drinken en lekker te ontspannen. Ja, want je ziet dus het verschil is dat het eerst rond was en het wordt eigenlijk nu veel meer vierkant. Ja, ik moet er wel bij aantekenen dat dit natuurlijk nog een schetsontwerp is, niet de definitieve plannen. Maar dat is wel een idee, ja. En we hebben nog meer beeld, want ik vond eigenlijk dat het wel een beetje Zuid-Europees was. Nanne, ik ben wel eens zo in Malaga op vakantie geweest. Dat was ook zo groen. Ja, absoluut. En ik denk wat je ziet, wat ik fantastisch vind aan deze plannen, is dat de fontein zelf ook echt een verblijfsplek gaat worden. Dus je kan daar echt ook op een mooie zomerdag kan je daar lekker zitten. En er is heel veel groen omheen. Misschien kan je nog in de fontein. Dan kan je elke dag in de fontein zwemmen als je wil. Hè. Maar daarnaast komt er ook heel veel groen omheen. En dat zorgt ook voor een veel fijner klimaat in de binnenstad. Ja, ik moet zeggen dat het wel echt, als ik dit zie, echt totaal ander Hofplein dan ik gewend dat ben. Dat is het ook. Het maakt onderdeel uit van wat wij noemen de groene long. De aanpak van het Coolsingel, wat natuurlijk al heel ver gevorderd is. Ook de Westblaak en de vergroening van het Hofplein. Ja, en het idee daarvan is dus, normaal gesproken ging je dus zo hoppatee door de stad. Maar dat willen jullie liever niet. Nee, we vinden leefbaarheid een heel belangrijk thema. En dat doen we deels ook door de binnenstad autoluw te maken. En daar zijn we dus mee begonnen op de Coolsingel. En dat krijgt dan een vervolg op het Hofplein. En dat kan alleen door de auto's die er nu overheen rijden om te glijden. Dus het is wel een zaak dat die over de ring gaan straks. Ja. Er is straks, misschien zeg ik het een beetje gek, Nanne, maar een soort hapje uit. En nu loopt het zo rond. Ja. En is dat dan ook een reden dat het makkelijker zo georganiseerd kan worden? Ja, nou, het interessante is als je op Hofplein bent, en ik zal ook iedereen vragen zou eens op te letten als je er bent. Er staat nu het Egon, het oude Egon gebouwtje met die spiegelglazen gevel.
Dat is eigenlijk het enige gebouwtje wat niet meedoet met de orthogonale en eigenlijk de rechthoekige achthoeken structuur van het Hofplein. En die zorgt eigenlijk voor een soort schuine hoek. En door die te verwijderen en daar ook weer een hoek van te maken, kan je dus een heel mooi groter Hofplein maken. Dus dat is voor jullie ook een reden om hier aan mee te doen? Absoluut, absoluut. Hiermee maken we het Hofplein af zoals we dat eigenlijk voor ogen hebben in de nieuwe plannen. Ja. En dat is een pre voor dit plan. Ja. En dat is in combinatie met al die woningen die erbij komen in het centrum. We hadden het al over de plint. Hè? Dat de plint betekent dus het onderste laag van het gebouw. Een huisarts werd al geroepen. Ja. Wat zie jij daar graag in verschijnen? Nou ja, de apotheek hebben we vragen voor natuurlijk. Want dat is eigenlijk nu in het centrum niet zoveel. Niet voldoende. Nee. We zien dat in het verleden vaak geprogrammeerd is voor woningen, expeditie en dat is het dan. En daarmee verdrijf je de functies die een stad leefbaar houden. En we maken daar nu een inhaalslag in. En dat betekent dat we bij al dit soort nieuwe ontwikkelingen ook heel goed na gaan denken en kijken en het meegeven aan de ontwikkelaar van zorg voor voldoende maatschappelijke voorzieningen. Ja, klopt. En dat doen jullie, ja. Ja. We hebben net gehoord dat er ook een hotel in komt. Nou zit het toevallig tegenover het Hilton. En er zitten al veel hotels, er komen nog meer hotels bij. Is daar ruimte voor een hotel? Ja, daar kijken we naar. Het is inderdaad terecht wat je opmerkt, dat er heel veel plannen zijn voor hotels. Dit plan dat kan nog mee in de hotelaanpak die we voor ogen hebben. Oké, dus je bedoelt, stel dat er een hotelstop komt, dan is deze nog... Dan gaat deze nog mee. Oké, ja. Er komen dus heel veel woningen bij, daar zijn jullie blij mee, dat willen jullie graag. Tegelijkertijd levert dat natuurlijk ook heel veel extra verkeersbeweging op. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, dat zei ik net al. We hebben de ambitie om de binnenstad autoluw te maken. Onderdeel van deze plannen is ook dat er wel een parkeergarage in komt, maar die zal niet voldoende zijn om elke woning te voorzien van een parkeerplek. En we willen dus inzetten op meer deelmobiliteit. Dus mensen moeten gebruik maken van een deelauto en ook andere vervoersmodaliteiten. En we proberen en de fietsenstalling en de fiets en de voetganger. Dat wordt allemaal een stuk belangrijker in de toekomst in Rotterdam. En daarnaast willen we ervoor zorgen dat mensen die op doorreis zijn, om het zo maar eens even te zeggen, die geen bestemming hebben in de binnenstad, gebruik gaan maken van de ring. Ja. Dat zorgt voor minder autoverkeer in de binnenstad, zodat het toch aantrekkelijk en leefbaar blijft. Kan jij iets meer zeggen over het parkeren ook, Nanne? Ja, er komen rond de 300 parkeerplaatsen komen er terug op deze locatie. Op dit moment zijn het er volgens mij rond de 200, als ik me niet vergis. En het idee is dus dat het betekent dat niet iedereen die daar komt wonen automatisch een parkeerplaats heeft in het project. Dat wil wel zeggen dat we tegelijk ervoor zorgen dat iedereen wel mobiliteit heeft. Dus er komen heel veel deelauto's. Maar daarnaast gaan we ook erop toezien dat iedereen goed fietsen kan hebben. En ook zelfs meerdere fietsen. En daarom maken we dus heel veel inpandige fietsenparkeerplaatsen. Waarvan ook een flink aantal met elektrische voorzieningen. Dus we gaan helemaal voorsorteren op een ander soort mobiliteit in de stad. En dat heb je ook onderzocht, dat daar ook een type bewoner zou willen komen die daar minder behoefte heeft aan een auto? Ja, absoluut. Okay. We zien dat de jongere generatie veel minder autobezit heeft en veel meer wil delen. Daarnaast is het natuurlijk ook een plek die heel dicht bij het Centraal Station is. Ik denk ongeveer 5 minuten lopen. En juist op die locaties, en natuurlijk ook nog naast de metro. Maar juist op die locaties wil je ook inzetten op openbaar vervoer en andere vorm van mobiliteit. Robert, je zei al dat er veel meer gebeurt natuurlijk in de buurt. Hoe zorg je ervoor dat die projecten elkaar niet bijten? Ja, dat is een goede en een belangrijke vraag, ook voor ons. Dat betekent dat we zaken moeten gaan afstemmen. Nu is het zo dat diverse plannen nog het stadium van plan hebben. En nog niet helemaal duidelijk is wanneer ze gaan starten met de bouw. Zo gauw daar wat meer duidelijkheid over is, zullen wij inderdaad met elkaar moeten gaan afspreken wat kan en wat niet kan. Omdat het in ieders belang is dat plannen elkaar niet in de weg gaan zitten. Ja, oké. Dus nu iets te vroeg om dat nog te zeggen. Even misschien een detailistische vraag, maar toch wel heel leuk. Want er is op het AD stond een poll. De leeuwen moeten terug naar het Hofplein. Ze staan nu aan de Maasboulevard. Ze stonden trouwens ooit op die poort van dat kasteel waar we het eerder over hadden. Wat zeg je? Nou, de gemeente heeft dat signaal ook opgevangen. En ik heb begrepen dat het college waarschijnlijk... Ja. Dat zijn ze, ja. Ik heb begrepen dat het college waarschijnlijk binnen nu en 2 weken met een uitspraak komt of de leeuwen terug gaan komen op het Hofplein. Nou, het wordt wel goed voortvarend opgepakt, dit verhaal. Nou, hartstikke mooi. We gaan even wat vragen alvast behandelen. Daar komt-ie. Als het mooi vertoeven moet worden op het Hofplein, moeten auto's fors teruggedrongen worden en moet er iets van horeca komen? IJsjes, koffie, zoiets? Hoe ziet de gemeente dit? Mee eens. Wat betreft de auto's heb ik al gezegd dat die moeten omrijden. Dat we daarop hebben ingezet dat er minder auto's over het Hofplein gaan en over de Coolsingel. Maar horeca, daar willen we ruimte voor bieden. Daar biedt het plan ook ruimte voor
omdat ontmoeting en dergelijke ook belangrijk is, zodat mensen... Maar deze persoon ziet zichzelf dan dus al echt met een ijsje daar Ik kan me dat ook echt heel goed voorstellen. Ja, een mooie Feyenoord ijsje met twee kleuren. En we zien nu ook beelden van Pjor volgens mij. Ja. Wat zijn nou? Een Feyenoord ijsje? Feyenoord ijsje met vanille en aardbeien. Ja, heel goed. Ja, het gaat in deze niet alleen om hoogbouw en heel veel woningen. Dat is één aspect van de hoogbouwvisie, zeg maar. Maar daarnaast wordt ook gezegd van de leefbaarheid op ooghoogte, die is ook van belang. En dat betekent dat je aantrekkelijke ruimtes moet hebben. De gemeente zorgt voor de openbare ruimte. Ja. Maar met de ontwikkelaar praten we natuurlijk ook over de invulling van die plinten. En dat moet ook aantrekkelijk zijn. Dus niet alleen maar achterkanten of expeditieruimtes. Ja, duidelijk. Dus inderdaad, meer woningen. Dit Hofplein moet levendiger, de buurt moet levendiger. Ja. En daar draagt die plint dus ook aan bij. Hoe wordt geborgd dat de invulling van het programma complementair is aan bijvoorbeeld Pompenburg? Kan je daar... Ja, goeie vraag. Goeie vraag, ja, zeker. Nou, dat is ook afstemmen. We hebben diverse beleidsmedewerkers bij de gemeente die kijken van wat is een aanvaardbaar programma. Je refereerde net aan de hotels, hoe gaan we daarmee om? Nou, woningen hebben we flink behoefte aan en die komen ook op Pompenburg. Andere programma-onderdelen, er wordt naar gekeken of daar vraag naar is, voldoende vraag naar is. En of dat past. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om daaraan toe te voegen dat... Dat geldt in principe eigenlijk voor de meerdere projecten in de omgeving. Dat je gewoon goed moet afstemmen wie waar zijn nadruk op legt. Qua openbare ruimte en ook qua horeca bijvoorbeeld. Maar dat is op zich heel goed af te stemmen. Want als je meer woningen krijgt, krijg je ook meer behoefte aan die programma's. Ja. Dus dan wordt het ook interessant als ondernemer bijvoorbeeld om daar te gaan zitten. En ik denk ook dat zeg maar, de doorloop, dat is nu juist een van de dingen waar Rotterdam beter in moet worden. Is de verbinding van de verschillende stadswijken. Dus wij zien ook zeker Pompenburg als een hele goede manier om... het centrum meer te verbinden met Noord bijvoorbeeld. Wat nu juist zo doorkruist wordt door heel veel verkeer. Ja. Hoop je dan meer bij elkaar te trekken? Ja, omdat daar meer mensen gaan wonen. En daardoor krijg je veel meer verbinding tussen de wijken. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Little Sea, bij de Koolhaven. Ja. Zie je ook een oud leeg stuk stad wordt ingevuld met woningen. Ik weet zeker in de komende tijd dat heel veel levendigheid oplevert. Nou, over levendigheid gesproken, komt er voldoende speelruimte voor kinderen? Dat is een onderwerp waar we nog goed naar zullen moeten kijken. Het Hofplein leent zich daar bijvoorbeeld niet voor. Omdat je het gevaarlijk vindt misschien? Nou, de trams die blijven daar gewoon lopen. Ja, dus het is niet ideaal om daar met kleine kinderen te gaan spelen. Er zit nog een binnentuin in de plannen voor een daktuin Rijs. Ook. Ja. Ja. Dus het plan biedt daar wel degelijk ruimte voor. Ja. Binnentuin, daktuin, maar oké. We willen eigenlijk alle daken willen we gebruiken voor... Of een hertenkampje misschien. Voor buitenruimte. Hertenkampje weet ik niet. Maar zeker willen we de daken willen we gebruiken voor buitenruimte. Dus het zou kunnen dat op een van de daken ook een speeltuin komt. Oké. Op een van de daken een speeltuin. Ja. Oké. Ik denk dat het weer tijd is voor polvraag, Nanne. Ja, dan pak ik even mijn speakbriefje erbij. Yes. De polvraag is... Het plan Rise en het nieuwe Hofplein brengen levendigheid terug in het gebied. Het plan Rise en het nieuwe Hofplein brengen de levendigheid in het gebied terug. Bent u daarmee eens, oneens of geen mening? Ik hoor het heel graag. Terwijl we hier in het groen staan van het nieuwe Hofplein. We gaan kijken. Hoeveel procent is het met die stelling eens? 77%. Dus meer dan 3/4 van de mensen denkt dat dit de levendigheid in de buurt terug zal brengen. Hartstikke mooi. Goed om te horen. Dank voor het invullen alvast. Robert, ik zie je terug in de uitgebreide vragenronde. Dank je wel voor nu. En wij gaan het hebben over zometeen met onze tweede gastspreker van woningcorporatie Havensteden. Over hoe zij daar tegenaan staan. En uiteraard zometeen nog meer tijd voor vragen. En bij mij staat Bart Kesselaar van woningcorporatie Havensteden. Heel fijn dat je er bent, Bart. Waarom is RISE voor jullie een interessant project om mee te doen? Havensteden is al meer dan 100 jaar een woningbouwcorporatie. En dat zijn we graag de komende 100 jaar nog. En voor ons natuurlijk vooral een opgave om mensen te huisvesten, betaalbaar. En het liefst op alle plekken in de stad. Dus ook op deze centrumlocatie. Dat hebben we nu. Maar het plan RISE biedt de kansen zeg maar, ook in de toekomst... maar sociale huisvesting in het centrum van Rotterdam te realiseren. En de ambitie van de ontwikkelaars om dat zelfs uit te breiden. Om dus meer sociale woningen te brengen. Ja? En dat is voor ons een belangrijke reden om hier serieus naar dat plan te kijken. Want dit zien jullie ook als een maatschappelijke taak? Nou, het kwam net al bij de vorige sprekers ook een paar keer aan de orde. Wat hier ook aan de hand is dat er een kans bestaat
dat het aantal woningen überhaupt in het centrum toeneemt. En wij als woningcorporatie zien natuurlijk als geen ander welke druk er wel niet is op de woningmarkt. Dus dit biedt ook wel kansen voor allerlei andere mensen om woning te vinden. Kan je daar een voorbeeld van geven? Is het schrijnend dat er mensen echt in nood om een huis te vinden? Ja, ik denk, wij maken wel mee het aantal reacties wat er op de vrijkomende woning komt. Als dat meer dan 1000 is, soms 2000, wow. Het zijn geen uitzonderingen meer de laatste meer dan tijd. 2000 reacties op woningen. Okay. Woningen, ja. Dus het is echt nodig dat er woningen bij Dat is niet op alle woningen, maar dat is echt geen uitzondering meer. Oké, maar jullie zeggen wel van ja, we willen misschien wel meedoen, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Wat, absoluut. Wat is dan heel belangrijk voor jullie? Ja, want we hebben het hier even over de toekomst, maar we hebben vandaag de dag natuurlijk ook gewoon onze bewoners. Ja. En die zijn natuurlijk ook, belangen moeten we ook behartigen. Dus dat voel je ook heel sterk zo. Ja, zeker. Er wonen nu mensen en het zal maar verteld worden dat er plannen zijn om iets met jouw woning te doen. Ja. Dus wij hebben vanaf begin af aan gezegd, wat wij heel erg belangrijk vinden, is als we hier deze plannen gaan ontwikkelen, dat er een aantal voorwaarden zijn. Er komen zo minimaal hetzelfde aantal woningen terug. Ja. De ambitie is meer, dat er ook meer woningen terugkomen. We vinden het ontzettend belangrijk dat de mensen, als er gesloopt moet worden, tijdelijk gehuisvest worden naar beide locatie. Dus gewoon in het centrum van de stad. Dat vinden we een hele belangrijke voorwaarde. En alle huurders die er nu wonen, zeg maar, die moeten terug kunnen komen op deze locatie. Ja. Ja, dat hebben wij als voorwaarde gesteld. En tot nu toe, zoals de plannen lopen, zegt de ontwikkelaar, daar gaan we aan voldoen. Maar daarnaast, en ik denk ook wel belangrijk om te benoemen, we hebben eind vorig jaar als HFD een besluit genomen dat we ook vinden dat de bewoners die er nu zitten terug kunnen komen tegen de huur die ze dan ook hebben. Dus ze kunnen overstappen met de huur. En daarnaast hebben we ook gezegd, alle bewoners die er nu wonen kunnen terugkomen in een woning van Havensteden. Ik denk dat dat ook twee belangrijke signalen zijn naar de huidige bewoners. Ja. Hier heeft de bewonersorganisatie trouwens zich hard voor gemaakt. En we vonden dat een hele terechte wens. Dus die stap hebben we in ieder geval En daar gaan jullie ook aan voldoen? Jazeker. Wij zijn ook vanaf begin af aan met Havensteden goed in gesprek geweest. En we hebben ook altijd gezegd, wij vinden het heel belangrijk dat wij heel goed zorgen voor de mensen die daar nu wonen. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat voor de mensen die nu in Pompenburg wonen, een vervelend bericht is om te horen dat de woning wordt gesloopt. Ja, want ik zeg natuurlijk van, oh leuk, lekker ijsje eten in het groen. Maar misschien dat zij er toch even iets anders zo. Ja, misschien exact. Als u kijkt dat u dat zelf ook zo ervaart. Laat het dan vooral ook even weten in de Q&A wat u daarvan denkt en wat uw vragen daar ook bij zijn. Ja, die zorg kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En daar hebben we ook goed over nagedacht. Hoe gaan we het nou zo bouwen dat de mensen zo min mogelijk overlast hebben en dat we zo goed mogelijk voor ze zorgen? We hebben er staat een gebouw. Ik moet zeggen, het is eigenlijk best een mooi gebouw, vind ik overigens. Mag ik dat zeggen? Ja, toch? Mm-hmm. Het is uit de jaren 80. Het is ook niet zo heel lang geleden heel goed onderhouden. Dus, maar toch slopen. Nou ja, goed, onderhoud is gewoon ons werk. Hè. Dus dat is helemaal los van slopen. Als het onderhoud nodig is, moeten we het gewoon doen. Wij zien hier ook wel kansen naar de toekomst toe. Wat ik net vertelde, dat we ook in de toekomst betaalbare, toekomstbestendige, duurzame woningen kunnen realiseren. En juist die kans, zeg maar, vinden wij belangrijk om uit het plan te halen. Ja, maar dat zijn directeur strategie, dus jij wil juist eigenlijk wel kijken naar de lange termijn. Ja. En als je zegt toekomstbestendig, jij zegt duurzaam, maar wat is dan toekomstbestendig? Ja, dat ze passen bij de doelgroep van de corporaties en die verandert natuurlijk ook wel. Er worden wat meer oudere mensen, soms wat kleinere huishoudens, maar vooral ook energiezuinig, drempelloos. Dat zijn allemaal eisen. Dus dat je eigenlijk kan meegroeien met je huis? Ja, dat je mee kan groeien met je huis bijvoorbeeld. Maar dat zijn allemaal die toekomstige eisen en ook nieuwe bouwbesluit, die zullen natuurlijk allemaal in het nieuwbouw gerealiseerd worden. Dus dan zeg je van het feit dat er dus nieuwe huizen komen, dat garandeert ons dat we weer deze woningen ook weer, je zegt de komende 100 jaar, dat we die mee kunnen nemen naar de volgende generatie. Ja, dat vinden wij belangrijk. Dat ook voor toekomstige bewoners met een kleinere beurs een betaalbare woning is in het centrum van de stad. Nanne, het is ontworpen, het huidige pand wat er staat, door een best wel gerenommeerde architect, toch? Ja, door Carlos Weber. Ja. En wat denkt Carlos nu, denk je? Dat weet ik niet. Ik heb hem er niet over gesproken. Ik ken hem wel. Ik heb niet bij hem gestudeerd. Hij is ook hoogleraar geweest aan de TU in Delft. Ik denk dat in de stad gebeurt er natuurlijk dat gebouwen worden gesloopt en daar weer nieuwe gebouwen voor terugkomen. Zeker in Rotterdam heeft een hele lange geschiedenis van gebouwen slopen en opnieuw weer bouwen. Ja. Ik denk dat hier een goede reden is dat je er heel veel meer woningen voor terugbrengt. Los van het gegeven dat we in plaats van 226 straks rond de 300 sociale huurwoningen terug kunnen bouwen. Waarmee er meer ruimte komt voor mensen met een kleine beurs. Komen daarnaast ook nog eens een keer 1000 extra woningen voor allerlei andere soorten Rotterdammers op deze locatie terug. Ja, waarvan we dus net hebben gehoord dat de mensen om zitten te snakken. Ja.
Hebben dus, je zei er al iets over, maar hebben alle huidige bewoners recht op terug te komen in een nieuwe toren? Ja. En kan je iets zeggen over de fasering, hoe dat dan gaat? Ik kan daar iets over zeggen. Nanna, kan jij dat zeggen? Ja, ik kan er wat over toelichten. Het plan is eigenlijk om het als volgt te doen. Eigenlijk kunnen we het Coolsingel 6 en het Hofpleingebouw kunnen we slopen. Dan gaan we een klein gedeelte slopen van het Pompenmuurgebouw. Dat gaat om 56 woningen aan de Doelstraat. Voor die mensen kan ik me goed voorstellen dat ze dat een heel vervelend bericht vinden. Die moeten dan namelijk tijdelijk ergens anders gaan wonen. Wij gaan daar een plan voor maken wat we op iedere persoon gaan toespitsen. Dat zal gaan om huurwoningen in het binnenstad van Rotterdam en in de buurt van dit project. En zijn die dan van Havensteder of kunnen jullie die organiseren? Dat gaan we precies per persoon gaan we dat uitspitten, zeg maar. Wat de beste oplossing is voor ieder huishouden. Het worden in ieder geval geen noodwoningen die we dan gaan bouwen voor die mensen. Het worden gewoon volwaardige huurwoningen. Ja, maar dat is wel een angst dat mensen zeiden, het worden noodwoningen. Maar dat begrijp is dus heel niet goed. Zo. Ja, dat zijn dus gewoon volwaardige appartementen. Volwaardige appartementen die gewoon in de binnenstad van Rotterdam liggen. En daar worden zij goed in voorzien. Dus daar gaan we echt iedereen goed in begeleiden hoe we dat aangepakken. Oké, dus stap 1 was 56 mensen moeten dan wel tijdelijk ergens anders gehuisvest worden, wat een deel wordt al gesloopt. Ja. En dan houden we nog 3/4 van de bewoners over. 3/4 van de bewoners blijft gewoon zitten in het Pompenburg blok. Dan kunnen wij eigenlijk deze twee torens als eerste bouwen. Het gaat er om de Coolsingeltoren en om de Hofpleintoren. Dat stelt ons dan in staat om, als die Coolsingeltoren klaar is, dat wordt dan de sociale huurwoningtoren, om eigenlijk alle bewoners van het resterende stuk Pompenburg en de 56 huishoudens die elders in de stad een huurwoning hebben gevonden, om die allemaal weer terug te brengen naar de Hofpleintoren. En dan zouden ze dus allemaal in de voorste toren komen te wonen? Ja, krijgen eigenlijk een fantastische plek aan de Coolsingel. Ja, en het bijzondere vind ik aan die toren is dat die toren is natuurlijk alzijdig. Hè? Dus je hebt straks woningen aan de Coolsingelzijde, maar je hebt bijvoorbeeld ook woningen aan de achterkant. Dus als mensen zeggen, joh, ik vind die Coolsingel misschien wel druk, ondanks het feit dat er al veel minder verkeer over rijdt. Dan kan je neem aan dat het goed geïsoleerd is? Het zijn uitstekend geïsoleerde woningen, maar je kan er ook voor kiezen om dan bijvoorbeeld een woning meer aan de achterzijde te nemen. Okay. En juist daarom zijn die persoonlijke gesprekken zo belangrijk, om te begrijpen wat zijn nou de woonwensen van de bewoners? Ja. Maar Bart, ik vind het wel fijn dat Nan dat nog even noemt. Hè, want we hebben ook aangegeven, 2 weken terug hadden we een bewonersavond. En we hebben al eerder, vorig jaar ook al met bewoners gesproken. We hebben ook heel duidelijk aangegeven, de eerste stap die dadelijk volgt is gewoon in gesprek met de individuele bewoners. Wij willen met alle bewoners in gesprek om gewoon te horen wat hun woonwensen zijn, wat hun ideeën zijn. Ja. Maar even specifiek een voorbeeld. Stel, ik heb een gezin, met 2 kinderen. En ik wil dan weer plek voor hem, hele gezin terug in deze voorste toren. Kan dat? Nou, we gaan in ieder geval dan met jou in gesprek. Van wat zijn precies je woonwensen en wat vind jij belangrijk? Het idee is natuurlijk om te kijken of dat allemaal te matchen is. Er zullen misschien situaties zijn waar je zegt, nou, dat gaat echt misschien met een gezin niet lukken. Kijken of we elders een oplossing ervoor vinden. Maar het uitgangspunt is, we gaan met iedereen in gesprek. We gaan de woonwensen inventariseren. En op maat daarop in. En zoveel mogelijk op maat oplossingen daarvoor vinden. Maar die ook wel moeten passen in de toekomstige woningen van Havensteden. En als u daarover een vraag heeft, laat het even weten in de Q&A. Nanna, kan je iets vertellen over de planning? De planning is om eigenlijk in de komende weken eigenlijk alle reacties op te halen bij iedereen. Daarom is het ook zo belangrijk dat als je vragen hebt dat je die mailt. En als je zorgen hebt dat je die met ons deelt. Dan willen wij in de komende 2 maanden willen we de nota van uitgangspunten afronden. Ook aan de hand van de binnengekomen vragen. Als die is afgerond, dan gaan we beginnen met wat we dan noemen de bestemmingsplanprocedure. En het idee is dat parallel daaraan ook Havensteder met de bewoners spreekt. En wij zullen dat ook ondersteunen van onze kant. Zodat we een heel goed idee hebben over wat de precieze wensen zijn. En dan gaan we ook kijken hoe we zoveel mogelijk van die wensen allemaal mee kunnen nemen. Dan is het idee dat we in het najaar de bestemmingsplanwijziging in gaan dienen en het ontwerp gaan afronden. Oké. Okay. Ja. Nou ja, wij gebruiken die, dan hadden we over gesprekken, wij gebruiken die gesprekken ook om met onze bewonersvertegenwoordiging afspraken te maken, een sociaal plan waarin heel duidelijk wordt voor mensen wat voor afspraken wij gemaakt hebben en waar ze op kunnen rekenen. Ja. Dat is wel belangrijk dat we die input hebben. Is dat een soort klankbordgroep? We hebben nu een bewonersorganisatie. Okay. En daar zit ook een klankbordgroep
bij. En dat kan per onderwerp, ja, kunnen we dan met elkaar bespreken. Ja. Maar een hele belangrijk drager is het zogenaamde sociale plan. Waarin heel duidelijk voor de bewoners wordt vastgelegd wat de afspraken zijn, waar ze op kunnen rekenen. Ja. Qua planning, misschien voor de mensen thuis die zich afvragen, ja, wat betekent dat dan concreet? Concreet betekent het dat we ongeveer over 2 jaar, zeg maar tussen de 2 en de 3 jaar... de eerste 56 woningen gaan slopen om te beginnen met bouwen. Zeg 2024? Nou, 2023, 2024. Ja. En dan gaan we bouwen, ik denk ongeveer 3 jaar. En dan, dus waarschijnlijk in 2025, 2026... dan gaat iedereen verhuizen naar de Coolsingeltoren. Oké. Okay. Ja. Alvast een paar korte vragen, ja, voordat we de uitgebreide vragenronde ingaan. Hoe wordt parkeergelegenheid geborgd voor de bewoners die nu een parkeerplek hebben in het complex? Nou, kijk ik even naar ontwikkelaar, ja, of misschien naar de gemeente. Dat is een hele goede, want dat is ook een, ja, goed voorbeeld van de samenwerking die we hebben met Haafsteden en de gemeente en wij als ontwikkelaar. De parkeergarage op dit moment nog van de gemeente. Dus die bewoner heeft al een huurcontract met de gemeente. Wij zullen een nieuwe parkeergarage gaan maken als ontwikkelaar. In die overgang zullen wij ook in gesprek gaan met die bewoner om te kijken welke parkeerplaats is het en kunnen we die teruggeven. Okay. Het insteek is wel om daar mensen zoveel mogelijk mee te helpen om meer parkeerplaatsen terug te geven op locatie. Waarom komen alle sociale huurwoningen in dezelfde toren? Kan dit niet meer gemengd worden? Goede vraag. Goede vraag. Heeft het ook met dat bouwproces misschien te maken wat je net beschreef? Ja. Nou nee, ik denk dat is wel iets waar Bart misschien ook antwoord, ja, op kan geven. Nou, wij als Haafsteder vinden het wel belangrijk om, als wij woningen hebben, dat vaak ook gewoon in één gebouw is. Want je dan het beheer en het onderhoud en dingen met een huismeester en een dienstverlening, zeg maar, goed kan sturen. Ja. Dat is wel ook wel onze ervaring. Als je gespikkeld bezit hebt, dat noemen we dan, ja, zo, met mooi, dure en goedkope woningen, is het vaak wat lastiger. Dus dat is wel ons vertrekpunt. Of het de uitkomst is, dat weet ik ook niet. Ja. Maar dat is wel ons vertrekpunt, zeg maar. Want onze ervaring is dat dat goed werkt. Ja. Ik kan er nog wel wat aan toevoegen. Ja. Wij begrijpen die wens en zo is het ook nu voorzien in de plannen. Aan de andere, ja, kant hebben wij ook met de gemeente besproken dat we het heel belangrijk vinden is dat dit een gebied is waar iedereen zich op dezelfde manier welkom voelt. Dus alle lobby's van de woningen zijn wel bij elkaar in de buurt, zodat er wel interactie is tussen alle verschillende bewoners. Want dat is, ja, ook wat jij beschreef, dat het juist wat je in Londen niet, ja, zozeer hebt, dat, hè, ja, dat je alleen maar torens voor rijke mensen, exact, dat wil je dus eigenlijk niet. Ja, je wil ook niet een soort ingang voor de sociale woningen die heel nadrukkelijk anders is dan de ingang voor de middeldure huurwoningen. Dus qua look and feel, zoals dat heet, dus qua, ja, uitstraling, worden al die plekken wel gelijkwaardig aan elkaar en komt er een uitstraling die gewoon heel erg goed klopt met het geheel. Ja. Nanne, de derde polvraag alsjeblieft. Ja, dan ga ik toch weer even mijn speakbriefje erbij pakken. De derde polvraag. Het is goed dat RISE meer betaalbare woningen toevoegt aan de binnenstad van Rotterdam. Het is goed dat RISE meer betaalbare woningen toevoegt aan de binnenstad van Rotterdam. Bent u het daarmee eens, oneens of geen mening? Laat het ons weten. En ik kijk in spanning. En ik zie dat 80% van onze kijkers het er mee eens is met deze stelling. Dus die vindt het een goed idee. En vindt het goed dat RISE meer betaalbare woningen toevoegt aan de binnenstad van Rotterdam. Waar we het dus hebben dus over de helft van de 1300 huizen is sowieso betaalbaar. Ja, 650 woningen. 650, ja, betaalbare woningen erbij. Ja. We dus hebben het over de verpleger, de docent. Ja. Moet ik aan die doelgroep denken? Nou, betaalbaar is niet altijd hetzelfde als sociaal. Maar betaalbaar is natuurlijk ook wel de middenhuur. En er is, ja, natuurlijk best wel veel vraag de laatste jaren in heel Nederland, maar ook in Rotterdam, aan de betaalbare middenhuur. Dat zijn, ja, de prijzen die jij noemde eerder al, rond de 1000 liggen. Rond de 1000 maximale huur, ja, ja, ja. Blijf erbij, Bart. Ja? En ik ga ook zo Robert erbij vragen, want we zijn toe aan onze vierde ronde en dat is de vragenronde. Ja, en in dit laatste blok heeft u dus nogmaals uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen die we dan eventueel in de uitzending nog mee kunnen pakken. Maar u weet het, de vragen mogen u blijven insturen. E-mailadres volgt ook nog en het komt ook in een reactiedocument. Ik heb een mooie vraag, Hanne. Komt er ook een ondergrondsprogramma? Denk aan een ravekelder. Een ravekelder, ja, zou, ja, serieus gezien de historie van de club, ja, Bristol natuurlijk, die daar ooit zat. Ja, die had ook onder het Wena, wat was zeker, het ook weer? Ja, de blauwe vis, oh, ja, absoluut. Ja, 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 zou zeker een heel goed idee zijn om daar een ravekelder te maken. Oké, okay, ja, dus, we nemen het mee, hoor, ja, ik hier, dus absoluut, hartstikke goed. 100%. Ja, ja,
Dan, vraag aan de gemeente, aan Robert. Robert, zou de Delftse poort nog een bijzondere rol kunnen krijgen aan de oostzijde? Ik sluit niets uit, maar we hebben daar nu geen plannen voor. Ja, je bent nu al druk met de leeuwen natuurlijk. Ja. Dus de Delftse poort... Ik denk dat het een volgende poll gaat worden in het AD. Ja. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Er zijn veel vragen over zonlicht en schaduw binnengekomen. Hebben jullie er rekening mee gehouden dat op een mooie zomerdag het zonlicht aan de fontein geblokkeerd wordt door jullie hoogbouw? En hoe zit het met de schaduw op de omgeving? Uitstekende vraag. We hebben daar zeer veel over nagedacht. En ook is het Hofplein zelf, is wat ze noemen een sunspot in Rotterdam. Maar heel erg zorgvuldig wordt gekeken van wanneer mag je daar schaduw toevoegen. Nu is het zo dat onze torens, die werpen in principe 's ochtends schaduw over het Hofplein. Maar nog voor 11 uur zijn, zeker in de zomer, nog voor 11 uur zijn eigenlijk die schaduwen alweer vertrokken. En gaan ze eigenlijk dan over het deel van Pompenburg. Dus onze torens die zullen geen schaduw over het Hofplein werpen in de middagzon. Oké. Ja. Aan de gemeente, ligt de hoogte vast? We hebben dus een nieuwe hoogbouwvisie uit 2019. En die heeft het over een maximale hoogte van 250 meter. Maar geeft daarbij wel aan dat het dynamisch is. Eigenlijk komt het erop neer dat het een goed functionerend programma moet zijn. En met de huidige inzichten denken we van is 250 meter een mooie maat. Maar dat zou nog kunnen fluctueren. Ja. En wat bedoel je eigenlijk, dat ik hoor dat vaker dat woord, wat is het woord programma? De functies die hier in het gebouw komen. Ja, dus het gebouw met alle functies erin samen. Ja. En dan Nanne, 250 meter, is dat dan tot het puntje? Tot het puntje zie je hier iets hoger in dit model. Oh, dat smokkel je nog net, hebben we dat metertje erbij? Ja, ja, kijk, wij geloven erin dat het niet zozeer belangrijk is wat nou exact het getalletje is wat je eraan ga je nou zeggen dat het lengte niet uitmaakt? Exact. Ja? Okay, ja. Het gaat vooral om dat hij er ontzettend goed uitziet op locatie. Ja. Ja. Bart van Havensteder, wat wordt de procedure om in aanmerking te kunnen komen voor een betaalbare woning? Nou, jij gaat natuurlijk over de sociale woningen, dus misschien kan je daar iets over zeggen als er dus die extra woningen zijn. En jij kan misschien ook iets zeggen over de betaalbare woningen. Bart, jij eerst. Nou, wat we net hebben uitgelegd, hè. Eerst alle bewoners die er nu wonen en terug willen komen, die komen in die woning. Als er dan nog woningen overblijven, en de ambitie hebben we net gehoord, hè, die is meer, dan zullen wij die woningen verhuren volgens het principe wat we nu ook doen. Mensen kunnen zich inschrijven bij Woonnet Rijnmond en kunnen zich melden als daar een woning aangemaakt. En ook als je dus hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je maakt. Dat is één van de. Dat gaat misschien wat te ver. Er zijn meerdere modellen, maar dit is het bekendste model. Okay. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je hebt. Ja. En dan de vraag, hoe maak je kans in ieder geval op een betaalbare huurwoning? Ja, nou meld je alsjeblieft aan bij onze nieuwsbrief. Wij van Red Company? Ja, van Red Company. Ja. Wij zullen iedereen op de hoogte houden van de stappen. En zeker mensen die zich vroeg aanmelden, die zullen we ook rekening mee houden met later de toewijzing van de woningen. En dan is het dus, we hebben het over huurwoningen, maar ook de koopwoningen geldt hetzelfde dus voor. Ja, geldt hetzelfde mee. Dus meld je dus aan voor de nieuwsbrief van Red Company, redcompany.nl. Dit wordt mogelijk het hoogste gebouw van Rotterdam. Komt er bovenop daarom ook een publiek uitzichtplatform of een toffe horecagelegenheid? Dat weten we nog niet. Daar zijn we nog over na aan denken of dat wenselijk is. Op dit moment is het zo dat natuurlijk naast de Euromast ook de Zalmhaventoren een publieke viewing platform krijgt. We gaan kijken of het wenselijk is om dat ook hier aan toe te voegen. Okay. En waar zou, ik heb wel gehoord dat er misschien een daktuin zou komen. Waar zou die dan zijn? Nou, de daktuinen die komen eigenlijk op de plintgebouw. Op het lagere gedeelte. Ja, okay. Dat is eigenlijk, maar dat is op zich ook al aardig hoog. Dat is ongeveer de hoogte van het dak van het Hilton ongeveer. Ja dat is dus wel gek, want dat heb je dus hier eigenlijk niet door. Ja. Hoe hoog het dan straks is. Ja, oké. Okay. Aan de gemeente, aan Robert. Hoe verhoudt de planning van het Hofplein zich met de planning van het RISE-project? Ja. Nanne vertelde net dat dit project zou moeten gaan starten in 2023. Het Hofplein hopen we in 2022 te kunnen starten en in 2023 dan op te leveren. Dus het zou zeg. Een jaar duren ongeveer om het zo op te maken als in de video? Als ik het goed zeg wel, hou me te goede. Het Hofplein start in februari met een publiekscampagne, gelijk aan wat we hier vanavond aan het aftrappen zijn. Dan moet ook veel meer duidelijk worden over de planning. Dit jaar nog een PVE en ik dacht 2022 beginnen met de uitvoering en hopelijk klaar 2023. Ja. Jij zei wel iets over de start net, Nanne, van de bouw. Maar wanneer zou het dan klaar zijn als het zo gaat volgens nu? Dan moeten we nu even terugrekenen. Dat is 2023 beginnen we bouwen. Dan
2006, ongeveer rond 2028 zou het in totaal klaar zijn, het gehele project. Als ik nog even mag, Eva, ja. wat we wel weten is dat het Hofplein op dit punt zeg maar nog met een tijdelijke situatie te maken heeft. Want het Hofplein kan hier niet worden opgeleverd op het moment dat je nog met RISE bezig bent. Oké, dus dan zoals het we in het filmpje net zagen, zal het er nog niet helemaal uitzien, bedoel je? Nee, dat lukt niet per 2023. Nee, omdat die opleveren. Bomen ook nog niet klaar zijn. Nee, dat snap ik. Oké, ik lees hier prachtige plannen. Komt er ook weer een jazzcafé, zoals Pjoor? Ja, dat is absoluut het idee. We willen eigenlijk een heel groot café gaan maken. Want natuurlijk is dat denk ik een van de enorm aansprekende historische feiten van Hofplein. Niet alleen Pjoor, maar natuurlijk ook Loos. Hè. Twee plekken die enorm aansprekend zijn geweest voor Rotterdam. Mijn opa en oma zijn er nog geweest. Misschien als u kijkt, misschien zijn uw grootouders ook nog geweest of ouders. Havensteder of Red. Bewoners komen natuurlijk een paar jaar in de bouwherrie te zitten. Hoe gaan jullie daarmee om? Kijk even naar jou, is het herrie? Want dat zei je net. Maar dat, daar zouden wij dus heel graag ook de ervaring willen delen van de bewoners rondom de Zalmhaventoren. We hebben extreem goede feedback gekregen van die bouwmethode. En dat komt dus door die hijsloods? Dat komt door die hijsloods. Dat komt ook door de manier van heien die hier wordt gebruikt. Omdat je zo diep moet heien voor die torens. Dat zijn hoge torens, daar gaan we wel 60 meter diep voor heien. Dat zijn geen geslagen palen. Dat zijn gedrukte en geschroefde palen. Dat maakt ook aanzienlijk minder lawaai. Dus de overlast zal er zijn, maar aanzienlijk minder dan je normaal gesproken zou verwachten. En ook daar zullen we natuurlijk uiteraard de bewoners helemaal meenemen in het bouwproces. En ze ook helpen om dat goed te doorstaan. We hebben het net gehad, Robert, over dat het natuurlijk jullie plan is om het verkeer in de toekomst meer over de ring te leiden. Maar dan wel de vraag, hoeveel meer of minder vervoersbewegingen kan het nieuwe Hofplein aan? Om eerlijk te zijn weet ik dat niet, want dat zijn andere collega's van mij die daarmee bezig zijn. Maar dat zal ook afhangen van wat de exacte inrichting wordt. En ik vertelde net, de plaatjes die we lieten zien, dat is een schetsontwerp. Er is een PVE in de maak. En dat zal, dat zal naar een VO moeten worden uitgewerkt. Een voorlopig ontwerp, sorry. Dank je. Dat zal nog moeten gaan gebeuren. En afhankelijk van die exacte uitwerking kun je ook bepalen wat de verkeersintensiteiten zijn. Oké, maar kunnen we misschien wel zeggen dat het sowieso minder druk gaat worden? Of dat er minder dat ruimte is voor... Dat is wel het idee. Komt er een soort ontmoedigingsbeleid? Nou ja, de stad Autoluw, meer ruimte voor voetgangers en fietsers. En daar horen dus inderdaad minder autobewegingen. En er horen dus ingrepen bij die dat stimuleren? Ja. Oké. De plint ziet er nog wel glazig uit. Ik snap dat het een schetsontwerp is, maar komt er aandacht voor parcellering? Dan mag je gelijk uitleggen wat het is. Een menselijke maat en warme materialen in de plint. Gezelligheid is ook belangrijk. Nou, dat laatste dat behoeft denk ik geen uitleg. En daar ben ik het ook zeker mee eens. Hij stond in de Hofpleinfontein. Ja, zeker. Ja. Ook gezellig. Zeker heel gezellig. Ja. Maar parcellering is de vraag van dat je niet een heel groot volume krijgt, maar dat het een beetje wordt opgedeeld in stukjes. Dat is eigenlijk een stedenbouwkundige term die wordt gebruikt om... Dus kijk eens even achter je naar het plaatje daar. Ja. Is dit dan parcellering? Dat het kleine stukjes is? Nou, je ziet hier de toren. En daaronder zie je eigenlijk dat de plint, dat die eigenlijk wordt opgebouwd uit verschillende assen. Zo maak je het eigenlijk gezelliger. Ja, dus. Je maakt het als het ware kleinschaliger. Ja. Nou, nogmaals, het is nog echt een schetsontwerp. Ja. De komende tijd zullen we eraan werken. We moeten bijvoorbeeld ook nog langs de welstand. Die heeft nog helemaal niks hierover gevonden. Okay. Dus we verwachten dat het ontwerp echt nog wel in ontwikkeling zal zijn. Maar ook daar vragen we juist betrokkenheid van de omwonenden. Okay. Dus bemoeien alsjeblieft met de wensen voor het gebouw. Dus als daar uitgesproken behoefte aan is, dan nemen jullie dat ook mee. Laat het alsjeblieft weten. Laat het dus weten, hè. Zet het ook in de Q&A. Dat wordt sowieso allemaal meegenomen. Ook al komt het misschien nu niet aan bod, het wordt allemaal in het reactiedocument gezet. En dat gaat naar de gemeenteraad. Hoe zit het met duurzaamheid van gebouwen en omgeving? Energieneutraliteit, klimaatimpact, waterberging, etc. Ja, nou een heel belangrijk punt. Ik denk dat dit plan daar op heel veel verschillende niveaus een belangrijke bijdrage aan gaat leveren. Als ik begin op de grotere schaal, dan hebben we natuurlijk eerst door het nieuwe Hofplein dat er heel veel verharding gaat verdwijnen en heel veel groen terugkomt. Ja. Dus dat is voor waterberging enorm goed. Maar ook voor het microklimaat, dat het ook koeler wordt in de zomer. Als het gaat over de duurzaamheid van de gebouwen, zullen alle gebouwen die er komen van een heel hoog duurzaamheidsniveau zijn. Zit er dan groen op het dak? Ja, er zit groen op het dak, heel veel zonnepanelen. We proberen natuurlijk ook nul op de meter te krijgen bij de woningen. En dat betekent, het gas af? Ja, van het gas af, uiteraard. Ja. Allemaal van het gas af. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld voor de sociale huurwoningen het allemaal hele duurzame woningen zullen zijn die echt van een beduidend
hoog niveau zullen zijn. Klopt, zeker, Bart? Zeker vergeleken met wat er nu is. Ja. Dat is het uitgangspunt. Ja. En ik denk, wat Nanne net nog niet noemde, is... Wij zien in Haafdstede ook wel de mogelijkheid van die verschillende mix aan doelgroepen... dat ook een sociale duurzaamheid is. Ja. Dus dat er ook woningen zijn voor mensen met een kleine portemonnee... mensen met een wat grotere portemonnee. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijk element is van deze ontwikkeling. Ja, om daar nog aan toe te voegen dat de woningen ook zeker in de sociale toren... zullen ook zeker ook heel erg rolstoelvriendelijk zijn en heel toegankelijk zijn. Drempelloos wonen onder andere... Ja. En, dat is ook makkelijk aanpasbaar voor als het een andere behoefte vraagt in het huis. Ja. Oké. Ook een vraag voor jou, Bart, voor Havensteder. Wat gaat er gebeuren met de leegkomende woningen? Mensen die niet naar de nieuwbouw willen? Ik denk dat het gaat over de woningen van het huidige Pompenburg. Die op een gegeven moment leegkomen. Nou, we gaan met de bewoners in eerste instantie in gesprek met de bewonersvertegenwoordiging om daar een goed plan voor te maken. Daar hebben we ook al ervaringen mee in andere projecten in het verleden. Het is heel belangrijk dat je daar gewoon aandacht voor hebt. Dat de leefbaarheid tijdens die fase van die leegstand, of eigenlijk niet leegstand, tijdens die fase, dat heel erg goed op orde blijft. Voor die bewoners die hier nog in de flat zitten. Niet keel of onaangenaam. Niet keel, onaangenaam, maar duidelijk gebruikt. Gebruikte gebouwen, dus ook woningen. Ja. Okay. Maar willen we heel graag. Kan je een voorbeeld geven van een project waar je dat goed hebt toegepast? Nou, ik denk het meest recent is de Almondenstraat. Daar heeft een partij, een stad in de maak was dat, voor ons ervoor gezorgd dat de woningen die leeg kwamen, nog steeds een functie kregen. Er waren mensen die een tijdelijke woning zochten, de stadsnomaden. Ja. En die hebben samen eigenlijk in dat hele gebouw wat er was, wat langzaam leeg kwam, ervoor gezorgd dat er nog steeds van alles gebeurde, dat de buurt erbij betrokken werd. En daar hebben we heel veel... om die levendigheid. Ja, daar hebben we heel veel positief feedback over gehad en daar hebben we van geleerd. En ik denk, maar in andere situaties doen we dat ook. Maar dat zullen we hier zeker ook doen, maar wel met de bewoners. Leuk, dank je. Robert, veel aandacht voor fietsen in de Q&A. Komt er ook fietsparkeren in de plint? Aangezien de Coolsingel meer een fietsboulevard wordt. In de plint weet ik niet. Ik hoorde Nanne net zeggen dat er een fietsparkeergarage komt voor 4.000 tot 5.000 plekken. En volgens mij zit die onder de grond. Nou, nee, die zit... Die zit eigenlijk in het atrium van het kantoorgebouw zit die voor een deel. Dus je moet je voorstellen, de plint zal ongeveer 6 meter hoog zijn. Daar is ruimte voor 2 verdiepingen fietsparkeren. Wat je doet is je komt als het ware binnen fietsen. En dan kan je of omhoog of je blijft op het begane grond. En daar zullen dan de meeste van de fietsparkeerplaatsen zijn. Ook ruimte voor bakfietsen? Ja, er zal zeker ruimte komen voor bakfietsen. Oplaadbaar? Ja, er zal ruimte komen ook voor scooters. Maar er zal ook zeker ruimte komen voor scootmobiels. En ook voor de toegankelijkheid en het opladen van die apparaten. Mooi, dankjewel. Ja. Hoeveel appartementen hebben straks een buitenruimte? Nou, in principe is het zo dat in Nederland er eigenlijk een heel eenvoudig eis is aan woningen. Elke woning groter dan 50 vierkante meter moet een buitenruimte hebben van minimaal 4 vierkante meter. Dat is volgens het bouwbesluit. In de gemeente Rotterdam wordt eigenlijk gezegd dat elke woning een buitenruimte moet hebben. Is het zo dat woningen kleiner dan 50 vierkante meter is überhaupt al niet heel in populair. Vraag. Die zitten hier wel of niet in kleiner dan 50? Zullen er een paar zijn, maar het zullen er niet heel veel zijn. Ja. Ook Rotterdam heeft daar een beleid over. Ja. Maar ook die moeten een buitenruimte hebben. Okay. Dus in die zin zullen alle woningen een goede buitenruimte hebben. Oké, dankjewel. Ik heb nog 2 vragen. Eentje voor Robert. Het zijn plannen van een gecombineerde ontwikkelaar en architect. Wie controleert het proces? Goeie vraag om mee te beginnen. Wie controleert het proces? Als gemeente hebben we een eigen verantwoordelijkheid om te toetsen of aanvragen kloppen met de regelgeving. Dus dat zullen wij doen. Wij zijn zelf ook schrijver van de nota van de uitgangspunten. Dat doen we wel in overleg met de ontwikkelaar / architect. Net zo goed als we dat in overleg met Havensteden doen. Maar de gemeente is aan zet om te toetsen of alle stukken voldoen. Nou is het een beetje een wc-eendvraag die ik dan aan jou ga stellen, Nanne. Maar het heeft wel voordelen dat ook een architect meekijkt met het ontwerp. Want dat is niet altijd zo. Dat een architect ook de projectontwikkelaar is zoals jij dat bent. Nee, ik denk dat het is ook bijzonder om die rollen tegelijk te vervullen. Aan de andere kant is het in Nederland ontzettend gebruikelijk bijvoorbeeld dat bouwers ontwikkelen. Ja, ik denk dat in Nederland heb je ontzettend veel ontwikkelende bouwers of bouwende ontwikkelaars. Ik denk dat de combinatie van architect en ontwikkelaar bijzonder is dat je kan tekenen en rekenen tegelijk. En dat je ook heel goed rekening kan houden met een veel breder palet aan belangen. En dat is wat we hier ook absoluut nastreven.
Wij hebben een heel team van deskundigen in ons team. Daar zitten onder andere ook kostendeskundigen bij, daar zitten ook planologen bij. Er zitten ook landschapsarchitecten bij en ook andere architecten. En met elkaar samen maken we de plannen. Dus ik vertegenwoordig natuurlijk de ontwikkelaar en de architect. Maar daarnaast vertegenwoordig ik natuurlijk ook een enorme hoeveelheid specialisten die hier aan meekijken. Ik ga naar de laatste vraag. Dan moet ik toch gaan kiezen. Ja, dus even gewoon een heel praktische vraag, gemeente. Waar zijn de trams gebleven in de animatie van het Hofplein? Geen idee. Weggepoetst misschien. Weggepoetst voor het plaatje, maar ze zijn er nog wel. Ze zijn er wel. Ze blijven gewoon op dezelfde route rijden als wat ze nu doen. Ja, op de plattegronden zie je ze ook staan. Nogmaals, de vragen die u stelt nemen we mee. Ze stromen nog steeds binnen. Dus ontzettend bedankt daarvoor, ook voor uw tijd. Ik wil natuurlijk mijn sprekers ook ontzettend bedanken. Nanne de Ru, Robert Paf en Bart Kesselaar van Haafsteder. Ontzettend bedankt voor jullie tijd en moeite. U natuurlijk ontzettend bedankt dat u hier bent geweest en dat u zo enthousiaste vragen heeft gesteld. Blijf dat ook doen. De vragen die in het reactiedocument mee kunnen, die kunt u inzenden tot en met 12 februari. En dat kan naar onderstaand e-mailadres, dat is contact@red-company.nl. Ik herhaal, contact@red-company.nl. Dus daar kunnen uw vragen sowieso nog naartoe tot en met 12 februari, zodat ze mee kunnen in het reactiedocument. En het hele proces blijven jullie openstaan, neem ik aan. Allemaal toch voor input? Ja, absoluut. Zeker weten. Zometeen, aansluitend hieraan, ziet u nog een aantal polvragen. We waarderen het natuurlijk enorm als u laat weten wat u van deze uitzending vond en of het u heeft geholpen. En later volgt in de bedankmail ook nog een linkje naar een enquête. En ik roep u op, vul die in, want dan kunnen ze natuurlijk nog meer op maat de plannen ontwerpen. Heel erg bedankt voor het kijken, nogmaals ook voor het sturen van de vragen. En ik wens u ook namens onze sprekers een heel fijne avond. Dag.